Hallo allemaal en goedemorgen. Mijn naam is Fidi Jood. En het is donderdagochtend, heel erg vroeg. En ik heb een afschuwelijk drukke dag voor de boeg, maar ik kwam iets vreselijks leuks tegen in het nieuws. En ja, het raakte onze burgemeester direct. Ik ben een fantastisch fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste. De allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Lieve mensen, moet je nou even kijken. He? Leuk, hè? Ik vind haar helemaal te gek. Anyway, ik had een andere video gedaan. Een beetje uitgelegd hoe ik denk over oud en nieuw en vuurwerk. Ik zal het even kort herhalen. Want burgemeester Halsema, die kan eigenlijk geen oud en nieuw vieren. Dat legde ze uit in een interview, want ze doet piket. Ze is feitelijk in functie. En als er ook maar iets vreselijks gebeurt op Oudejaarsavond, en er gebeurt altijd iets vreselijks op Oudejaarsavond, dan moet ze paraat zijn en optreden en noem maar op. En er is ook heel veel politie en ander brandweerpersoneel op de been, waar zij feitelijk de baas over is. En zij moet meteen op 1 januari aan de bak. Voor de traditionele nieuwjaarstoespraken van de burgemeester en de nieuwjaarsborrel van de Amsterdamse elite, zeg maar. Die nieuwjaarsreden die heb ik ook uitgebreid behandeld in een andere video. En ik vind dat heel sneu natuurlijk, dat zij, deze fantastische vrouw, met haar gezin feitelijk geen oud en nieuw kan vieren. Ze kan geen alcohol drinken, ze kon helemaal niks. Ze zei, ja, ik ga misschien kijken bij de kerstbomenverbranding in het Flora Park. Weet je, in de eentje een beetje dan. En dat klonk gewoon heel droevig. En toen had ik een beetje uitgelegd, ja, wat mij betreft, ik vier Oudejaarsavond altijd binnenshuis. En ik drink wel wat, maar weinig, want wij hebben huisdieren, wij hebben katten. En nou, echt vanaf dat ik 20 jaar oud ben, ik ben nu zeg maar zo oud als de burgemeester, zo rondom de 50. Maar vanaf dat ik 20 ben en zelfstandig woon, ja, we hadden altijd katten. En niet al onze katten kunnen even goed tegen vuurwerk. Dus wij waren altijd binnen met de gordijnen dicht, alle deuren dicht. En alle filters dicht, zodat die katten niet helemaal gek en hysterisch worden van dat enorme lawaai. En al die heftige verlichting buiten en die enorme buskruidlucht. Dus de vuurwerk voor ons, ja, god, hebben we eigenlijk nooit echt gedaan. En toen waren we later veel ouder. Toen waren we jaar of 35. En toen kregen we dan een kind. Een kind van ons die sliep altijd door al dat vuurwerk heen. Dus wij maakten er wel wakker. Dus tegen een uur of 11. Dus van, hé, kom je eruit? Het vuurwerk gaat zo beginnen. Maar sliep ze gewoon door. Dus ja, toen vierden we ook geen vuurwerk. En het is echt pas de laatste 2, 3 jaar. En toen hadden we nog maar 1 kat over. En die kat die gaat gewoon in bed zitten. Die doet niks met dat vuurwerk. Die was eraan gewend geraakt. Ook aan de harde knallen die je in de aanloop naar Oudejaarsavond hoort. Dus die ene poes die we hadden, oude poes. Nou, die vond het allemaal niet zo erg. Dus dan konden wij naar buiten. En dat kind was dan zo wakker. Dus wij hebben 2, 3 keer de afgelopen jaar best heftig vuurwerk gevierd. Vorig jaar eigenlijk het allerheftigste ooit. Maar dat deden we buiten Amsterdam. Toen hebben we iemand gevonden die op een poes wilde passen. En toen zijn wij buiten Amsterdam naar familie gegaan. En daar ook blijven logeren. En toen hebben we heel veel afgestoken. Maar die mensen die wonen in een klein christelijk dorp. En daar heb je geen hoogbouw en geen enorme lichtvervuiling. En dan is vuurwerk heel erg mooi. Want dat waren allemaal hele vermogende witte mensen in hele grote huizen. Weet je, met 2 auto's en noem maar op. Ja, die mensen die hebben wat te besteden. Dus dat zijn eigenlijk de enige keren dat we oud en nieuw hebben gevierd. En dit jaar hebben wij besloten om gezellig gewoon weer binnen te blijven. Want we hebben 2 nieuwe katers. En die zijn alle 2 heel jong. En ja, het ging. Met name de dagen daarna, na het heftige bombardement, waren ze goed van slag. En onze dochter die is een half uurtje buiten geweest met de buurmeisjes, gewoon in de buurt. Terwijl ik de wacht heb gehouden en het fort heb bewaakt. En die arme kat een beetje
onder controle heb geprobeerd te houden. Het begon om 8 uur en het ging door tot 3 uur 's morgens. En het was afschuwelijk lawaaiig. Ik had gevonden, dat hebben niks. De dagen daarna goed van slag. Duidelijk heel erg geschrokken en inderdaad pissen op dingen en noem maar op. Dus ja, voor die arme beesten was het niet leuk. En dan begint het nieuwe jaar. Zij doet haar nieuwjaarsreden, onze burgemeester. Ik vond hem niet bijzonder, maar wel beter dan die van Eberhard van der Laan. Ik vind het een beetje flirttraditie met z'n allen borrelen. En die hele nieuwjaarsreden kost allemaal geld. En als ik ervoor uitgenodigd zou worden, de nieuwjaarsborrel met de elite van Amsterdam, ik zou weigeren. Ik zou zeggen, nee, dank je, ik heb wel wat beters te doen op nieuwjaarsdag. Namelijk bijkomen en meteen beginnen met afvallen. Goeie voornemen. En toen las ik dit. En dit is vandaag. Het staat er echt, Amsterdam voor een vuurwerkverbod. En dit hebben ze gedaan samen met AT5, dit is nu.nl. Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil een algeheel vuurwerkverbod in de stad. Hallo, hey. Woensdag maakte de lokale VVD bekend een verbod te steunen. Terwijl eerder GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren al via officiële kanalen lieten weten tegen het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad te zijn. De partijen hebben gezamenlijk 24 van de 45 zetels in handen. Dus dat is een meerderheid. Donderdagmiddag komt de Amsterdamse gemeenteraad bijeen om de aanpak van vuurwerkoverlast te bespreken. Dat is vandaag is dat. Vanmiddag. Volgens de Amsterdamse VVD moet het helaas een verbod steunen. Wij balen enorm van de ellende die het vuurwerk, kijk, ja, het vuurwerk, veroorzaakt. Een kleinere groep mensen verpest het voor de rest. En dat noem je de dictatuur van de minderheid. Dat is een heel klein groepje mensen die gekke dingen doen met vuurwerk. En zich helemaal misdragen op oudejaarsavond. En dat leidt tot, weet ik veel, brandweer en ambulancepersoneel. En volle EHBO's en politie en weet ik veel wat. Dat hoort er helemaal bij, weet je. Op het moment dat mensen uit hun bol gaan. En daarom moet het verboden worden voor iedereen. Dan staat er, Amsterdam is de tweede grote Nederlandse gemeente die zich uitspreekt voor een vuurwerkverbod in navolging van Rotterdam. Daar ontstond dinsdag een meerderheid. Omdat de lokale VVD-fractie na een zoveelste jaarwisseling met vuurwerkincidenten en geweld een geheel afsteekverbod steunde. Dus de VVD in Rotterdam en de VVD in Amsterdam, weet je, die hebben zich aangesloten bij de andere partijen. Namelijk GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. Nou, de Partij voor de Dieren vind ik het heel logisch, waar. Want ja, dieren worden doods en doodsbang van al dat vuurwerk. Er is ook een regel dat je bij kinderboerderijen in de buurt niet mag afsteken en noem allemaal maar op. Maar doordat de VVD in deze twee gemeenten overstag gaat, hebben ze nu een meerderheid, kwak, meteen erheen drukken. Helemaal totaal verbieden. En dat komt door vuurwerkincidenten. Nou ja, goed, ja, mensen doen domme dingen met bommen en granaten. Dat is super, super dom. Als ik vuurwerk ga afsteken, dan zorg ik dat ik heel wakker ben, weet je wel. Gooi er een energiedrankje in, een veiligheidsbril op. En dan heel, heel goed uitkijken met dat kleine kind, zeg maar. Alhoewel, ze is nu groter. En wat ze zelf had afgestoken was van dat supermarktvuurwerk. Dat had de moeder voor haar gekocht. Dus het viel allemaal mee, maar het was lawaaiig. Het was zielig voor de poes. Dan, gek genoeg, de landelijke VVD. Dus dat is wat er in Den Haag zit. Die zeggen, nee, we zijn tegen een vuurwerkverbod. Dan worden discussies gevoerd. Beetje raar. De Amsterdamse VVD en de Rotterdamse VVD, die denken er anders over dan de landelijke VVD. Dus dit gaat denk ik dan nog veranderen. En dan zegt onze burgemeester, mevrouw Halsema, die zegt, ja, ho even. Zij heeft al meermaals laten weten niets te zien in een lokaal vuurwerkverbod. Zij pleit voor een landelijk afsteekverbod. Anders ontstaan er problemen in de handhaving, omdat het nog niet landelijk
verboden is. En dat zegt zij in een gesprek met de Volkskrant. Hoe lang dat gesprek duurt, zullen we het kijken? Waarom niet? Wat maakt het uit? Kijk wat de Volkskrant zegt. Privacy settings, ja, ik vind het goed. Dat vindt burgemeester Halla. Dit is van Julianne van Pelt en Maud Effing. Dit is de Volkskrant. En hier hebben we dan bladibla. Zo heel veel gesprek is er niet met de burgemeester. En dan krijgen we wat gemeiner. Het Parool deed dat ook. Kijk, dit is Parool. Ook Amsterdam wil minder vuurwerk. Maar hoe? Dit is van de dag daarvoor. Toen wilden we alleen minder vuurwerk. Maar nu is dat dus een algeheel verbod. En dan staat hier dat de schade van oudejaarsavond, dus weet ik veel, auto's in de fik, prullenbakken in de fik, mensen die dingen vernielen, fietsen gejaagd, dronken, weet ik veel, weet je wel, dat allemaal bij elkaar opgeteld is 0,5 miljoen euro. Daarmee bedoelen ze 500.000 euro. En dat wordt betaald door verzekeraars grotendeels en de mensen die gewond raken en blijven letselen, et cetera. Ja, voor die mensen is het natuurlijk vreselijk. Die zitten er hun hele leven mee. Is dat zoveel geld, een 500.000 euro? Nou, kijk, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar voetbalgeweld, weet je wel, supporters en voetbalgeweld, dan praat je over een dikke veelvoud daarvan. En als je gaat kijken wat zo'n voetbalwedstrijd kost, dan weet je, zo'n risicowedstrijd, daar komt heel veel ME bij kijken, en politie, en extra treinen, en noem het allemaal op. Ja, dat kost veel meer dan 500.000 euro. Voetbal gaan we niet verbieden. Vuurwerk, dat gaan we wel verbieden. En als je anderen doet, weet je, Koningsdag bijvoorbeeld. Koningsdag, dan komt iedereen en zijn gekke broertje naar Amsterdam. Zelfs mensen helemaal vanuit het buitenland. Vooral om helemaal te feesten en naar het kloten te gaan. En de hoeveelheid schade en overlast en vervuiling die dat met zich meebrengt, die valt helemaal nergens mee te vergelijken. Het is compleet en absoluut gekte. Je kan de stad amper in. Ik doe het dan ook nooit. Ik mijd de Koningsdag als de pest, weet je wel. Van mij hoeft dat allemaal niet zo. Want iedereen is aan het zuipen vanaf, weet ik veel, 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En als je kijkt wat dat kost, ja, dat kost veel, vele malen meer dan die 500.000 euro. Schade. Koningsdag, nee, gaan we niet eens verbieden. Iedereen mag hier gewoon naartoe komen. En zich helemaal klem zuipen, et cetera, et cetera. Als je gaat kijken naar de overlast en het toestand rondom, weet ik veel, Pride Week of wat dan ook. Al die optochten, al die extra beveiliging, al die extra politie op de been, al die mensen die hier komen om waanzinnig veel drugs te doen, et cetera, et cetera, et cetera. Kost veel, veel meer dan 500.000 euro. Pride Week, Koningsdag, gaan we niet verbieden. Voetbalwedstrijden gaan we niet verbieden. Kunnen we nog een leuke doen? Want ik ben op dreef vandaag. Ik ben hartstikke op dreef. Als je gaat kijken naar de Ringweg. En dit is wel een hele geestige. Weet je, rondom Amsterdam heen zit een grote snelweg. Die heet de Ringweg. Je kan als het ware een rondje om de stad rijden. En dan vanaf alle afritten alle wijken bereiken. Dus je kan er aan de westkant in, de oost, de noord en de zuidkant. Als je gaat kijken naar wat dat kost en de hoeveelheid overlast en schade en luchtvervuiling en aandoeningen aan luchtwegen, met name van jonge Amsterdammers die in de buurt van die ringweg wonen, en de schade die dat oplevert nu, vandaag, morgen en aankomende jaren, want die ringweg die is er natuurlijk al heel, heel, heel erg lang, dan is 500.000 euro een absolute killer. Dat is niks, is dat. Dat is 0,0,0. Dat stelt geen drol voor. Maar we gaan niet de ringweg dichtgooien en al dat verkeer verbieden. En dat tot slot mijn absolute favoriet, mevrouw de burgemeester. En ik weet dat het ook een favoriet is van u. Namelijk de Noord-Zuidlijn. Beetje lullig, maar dat hoort er wel bij, mevrouw de burgemeester. De Noord-Zuidlijn, die werd geraamd op 1 miljard euro. En er waren zoveel toestanden en jarenlange vertragingen. Volgens mij werd dat ding uiteindelijk 3,3 miljard euro. Met een klein beetje meer dan dit. En als je gaat kijken naar de hoeveelheid overlast en schade en toestanden die Noord-Zuidlijn heeft veroorzaakt.
Ja, we gaan die Noord-Zuidlijn niet verbieden. Sterker nog, we gaan hem doortrekken. Dat noemde ze expliciet in haar nieuwjaarsrede. Het is echt heel bijzonder om te zien. De Noord-Zuidlijn staat volgens mij, komt nu volgens mij 15 jaar lang voor in iedere nieuwjaarstoespraak. Ieder jaar. 15 jaar lang. Alle burgemeesters die we hebben gehad de afgelopen 15 jaar hebben staan wauwelen over de Noord-Zuidlijn. En daar gaan we gewoon mee door. Zelfs nu die af is. Want we gaan hem doortrekken. Dus die Noord-Zuidlijn, die gaan we niet verbieden. En dat doortrekken gaan we ook niet verbieden. Daar gaan we vele malen meer aan uitgeven. Dan 500.000 euro. En dan tot slot, mevrouw de burgemeester. Wij wonen in een hele bijzondere stad. Want Amsterdam is absoluut nummer 1 in het weggooien van aangiftes. Onderzoek wijst uit dat als jij aangifte bij politie doet, dat 65% van al die aangiftes gewoon worden weggegooid. Het is niet dat de zaak geseponeerd wordt of dat er onvoldoende bewijs is of dat het te lang blijft liggen. Zoals de burgemeester zei in haar nieuwjaarsrede. Nee, 65% van de aangiftes wordt weggegooid. De hoeveelheid schade die dat oplevert voor slachtoffers en verzekeraars is zoveel malen groter dan 500.000 euro. Maar nee, we gaan niet tegen de politie zeggen, jongens, we willen dat jullie minimaal 75% van alle aangiften serieus nemen. Slechts 35% van de aangiften. Dus dat vinden we meer dan genoeg. Score maar lekker een 3,5. En van die 35% blijft natuurlijk, als het naar het Openbaar Ministerie gaat, nog heel veel minder over. Ik vind dit totaal en absolute onzin. Ik ben absoluut geen fan van al dat vuurwerk. En ik vind het hartstikke zielig voor onze arme poezen. Beesten vinden het echt niks, maar het hoort er nou eenmaal een beetje bij, mensen. Weet je, vuurwerk is nou eenmaal een traditie. En voor kinderen en tal van mensen, miljoenen en miljoenen mensen, die vinden dat gewoon fantastisch mooi en hartstikke leuk. Ik vind het ook prachtig om naar te kijken. En als ik in de gelegenheid ben, en dat was ik voor vorig jaar, ja, dan vind ik het ook prachtig om vuurwerk af te steken. Het is echt puur voor de huisdieren dat ik binnen blijf. En mijn huisdieren hebben er last van, maar zoveel mensen hebben er plezier van. Echt heel veel plezier. Het is een van de leukste avonden van het jaar. Iedereen, alles en iedereen is elkaar aan het zoenen en gelukkig nieuwjaar aan het wensen. En in onze wijk is dat, weet ik veel, 20, 30 nationaliteiten die allemaal verbroederend gezellig glaasje champagne aan het drinken zijn of iets anders. Het is lawaaierig, er is overlast, maar het is ook een gigantisch groot feest. En bij ons in de buurt is zelfs een plein waar de politie, ja dat hoort u goed, de politie van Amsterdam, let u op mevrouw de burgemeester. Ik stel voor dat u eens een keertje een blik gaat werpen. Ja, dan moet u terug in de tijd. Dus ik stel voor dat u eens wat onderzoek gaat doen naar het vuurwerkfeest op de hoek van de Hoofdweg en het Bosselommerplein, mevrouw de burgemeester. Want daar is al jarenlang een hele grote illegale vuurwerkshow gaande die gedaan wordt door de gemeentepolitie van Amsterdam. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, dat hebben ze de afgelopen jaren keer op keer gedaan. Vorig jaar was ik niet in Amsterdam, dus ik weet niet of het vorig jaar gebeurd is. Dit jaar zat ik binnen. Maar het jaar daarvoor, je gaat naar de hoek, Bosselommerplein en Hoofdweg, dan komen er politiebusjes aanrijden. Die halen hekwerk eruit. Die zetten de straat af met auto's, met zwaailichten en hekken. Die hebben allemaal beschermende brillen op. Dan komt er een hele grote mensenmassa aan, mevrouw de burgemeester. En die zijn allemaal stom en stom dronken. En die hebben flessen champagne in hun handen. En die willen allemaal selfies maken met de politie van Amsterdam. Ja, stom dronken. En een hele hoop mensen geven dan vuurwerk aan de politie. En de politie heeft zelf heel veel vuurwerk in beslag genomen. En binnen die soorten met exclusieve zone, gewoon midden op de weg, midden op het kruispunt, je kan er niet meer langs met je auto, steekt de politie dan allemaal prachtig mooi siervuurwerk af, wat heel, heel hoog boven die gebouwen uitkomt. En dan komen allerlei andere Amsterdammers weer op af die niet bij de politie werken. En die steken daar ook hun duurste en mooiste siervuurwerk af. Het is een beetje hypocriet, denk ik, om jarenlang, u bent de baas van de politie, daar jarenlang een vuurwerkshow te geven van in beslag genomen vuurwerk. En dat te doen samen met dronken buurtbewoners. En selfies te maken met die dronken buurtbewoners.
En dan een paar jaar later te roepen, er komt een algeheel verbod. Weet je? En ja, meerderheid, lieve mensen. 24 van de 45. Ik heb sterk het idee dat hier een hele hoop verzet tegenkomt. Ja, en ik geloof best dat huisartsen, er was ook een dreigement dat huisartsen stappen naar de rechter als de gemeente niet vuurwerk verbiedt. Dat is een puur dreigement natuurlijk. Ik bedoel, nog meer handhaving. En ja, mensen moeten verstandig omgaan met vuurwerk. En geen illegaal vuurwerk, maar een algeheel verbod. Omdat een klein groepje het verpest voor de rest, dat vind ik echt totaal en absolute onzin. Ik vind het een lulsmoes. En dreigen met rechtszaken vind ik ook een absolute lulsmoes. De politie vond het maar wat leuk om daar vuurwerk af te steken. En ik heb dat geregeld. Dan loop ik even naar buiten. Dan ga ik daar even een half uurtje kijken. En dan ga ik weer naar binnen. Die katten beschermen. Dit is... Weet je, het is weer zo van... het is weer allemaal zo vreselijk betuttelend. Ja? En dat soort berichten van... Heel veel mensen weten... Oogartsen worden gek van vuurwerk. Really? Oogartsen worden gek van vuurwerk? Ja, ik ben zo blind als een mol. Ik loop sinds mijn geboorte bij een oogarts. Ik heb hem nou nog nooit horen klagen over vuurwerk. Ik kan me een hele hoop andere dingen voorstellen... die veel slechter voor je ogen zijn. Zoals bijvoorbeeld voortdurend op zo'n klein schermpje moeten kijken... op zo'n telefoon. Of voortdurend achter een computerscherm zitten. Lieve mensen, dit is mijn insteek... ik vind het zielig voor mijn dieren. Dus mijn dieren die zullen het zonder meer prachtig vinden als het helemaal verboden wordt. Maar ik denk dat dit een heel onverstandig besluit is. Iets absoluut gaan verbieden omdat een klein groepje mensen het naar de kloten doet. Dan moet je ook voetbal gaan verbieden. Want er is een kleine harde kern van hooligans die de hele boel slopen. En even niet kinderachtig bedoelt mevrouw Halsema. Maar, en dat is mijn slotwoord. Dit wordt mijn slotwoord, beloofd. Maar toen die arme Nouri zo vreselijk ziek was, toen was er een hele grote groep mensen. En die mensen die verzamelden allemaal op plein 40, 45. En dan gingen die mensen allemaal bidden voor zijn genezing, voor zijn gezondheid. En daar werd, zoals altijd, want het is Ajax, waanzinnig veel vuurwerk afgestoken en fakkels. En je raadt het altijd, gaat natuurlijk mis. Dus één meneer die kreeg zo'n fakkel, ik moet er niet om lachen, dat spijt me. Eén meneer die kreeg zo'n fakkel in zijn gezicht. En zijn gezicht is geloof ik verlamd voor de helft. Weet je, dus ja, hetzelfde verhaal een beetje, weet je. Je moet niet hysterisch doen met vuurwerk, je moet verstandig doen met vuurwerk. En als jij alle veiligheidsvoorschriften gewoon opvolgt en op een verstandige manier afsteekt en zorgt dat je nuchter bent als je afsteekt en zo'n beschermende bril op hebt als je afsteekt en niet tussen grote groepen dronken mensen gaat staan als je afspreekt, dan is de kans dat er iets misgaat zo waanzinnig klein. En je zou ervoor kunnen kiezen om alleen kind veilig vuurwerk te halen, geen harde knallers, geen dingen naar het mensen toe gooien. Er zijn 100 miljoen manieren waarop je dit beter kan afhandelen dan dit. Ik vind dit... slappehap. Ik vind dat echt slappehap. Ik ben heel, heel, heel teleurgesteld. Maar goed, mijn huisdieren zijn heel blij. Ik vind het besluit en de reactie van onze burgemeester om te zeggen, nou, dat moet je landelijk dan gaan doen, een heel goed besluit. Want op het moment dat je het verbiedt in Amsterdam, nou, dan gaan mensen naar Amstelveen. Of ze gaan naar Zaandam. Of ze gaan naar Haarlem. Of ze worden gewoon heel boos. Ze worden heel boos. Ze vinden het gewoon niet leuk en gaan... Ik niet, demonstreren, andere petitie tekenen of gewoon toch stiekem afsteken. Dit, lieve mensen, dit wordt hashtag ophef. 100% zeker. De waardeloos begin van het nieuwe jaar. U krijgt hier een hele hoop gezeur mee van een hele hoop mensen. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dit is mijn insteek wat betreft vuurwerk. Het is fijn om te zien dat onze burgemeester weer verstandig en nuchter reageert. Maar dit wordt een absoluut drama, wordt dit. Verbieden. Nog meer dingen verbieden. Net als water, die wil ik er nog aan toevoegen. Weet je dat op sommige scholen het verboden is om, weet je wel, een blikje prik te drinken of sap te drinken? Kinderen worden verplicht om water te drinken. Dit gebeurt op basisscholen in Amsterdam. Nee, wij zijn een alleen waterschool. Wat als ik geen trek heb in water? Wat als ik trek heb in appelsap? Dat mag niet. Dat is verboden. Als je kind dan met appelsap naar school stuurt, dan wordt de appelsap gewoon afgepakt en weggegooid. Er zit water in de kraan. En dan denk ik ook van, oh god, wij dat dwingen, dat dwangmatige, waarom toch?
Ik hoop dat dit niet doorgaat, maar ik vrees het ergste. En ja, ik vind het allemaal meer truttigheid. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.